Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een aflevering van de Toy Soldier. En waarschijnlijk hebben jullie op deze video geklikt omdat jullie of een nieuwe metaaldetector gekocht hebben of er een gaan kopen. Ik heb ook een nieuwe metaaldetector. En naast dat dit een CF77 Coin Finder van Nocta Macro is, doet dat er in principe voor deze video niet zo heel veel toe. En de reden daarvan is omdat wat ik vandaag ga vertellen voor elke metaaldetector geldt. Want wat doe je nou als je een nieuwe metaaldetector gekocht hebt? En eigenlijk zouden mensen die al heel lang zoeken dat ook moeten doen. Niet alleen als je begint met de metaaldetector, maar ook als je al langer zoekt. Wat doe je nou als je een nieuwe metaaldetector gekocht hebt? Je krijgt hem binnen, je pakt hem uit, je vouwt hem in elkaar en daar heb je hem. Het veld op en zoeken, zou je zeggen. Nou, is een manier. Wat ik altijd doe, en dat doe ik na jaren en jaren zoeken nog steeds, als ik een metaaldetector heb die ik niet ken, waarvan ik niet zoveel weet, ga ik eerst kijken, wat doet zo'n metaaldetector? Wat kan zo'n metaaldetector? Waar zijn al die knopjes voor? Hoeveel knopjes zitten erop? En wat gebeurt er als ik aan zo'n knopje draai? Dat zijn basisdingen die je eigenlijk moet weten voordat je gaat zoeken. Het is heel belangrijk om te weten wat er gebeurt als je iets doet. Ik heb dus een nieuwe metaaldetector. Dat is deze. Een Nocta. En die ga ik nu voor de allereerste keer aanzetten. En dan wil ik weten wat die doet. Hoe klinkt die? Hoe voelt die? Er zitten een viertal knopjes op. Waar zijn die voor? Ik ga jullie meenemen met deze metaaldetector. Maar onthoud goed, het geldt ook voor jouw detector. Als jij een nieuwe metaaldetector hebt gekocht, geldt dit ook voor jou. We kijken nu achter op de kast, op de bedieningskast van deze metaaldetector. En daar zien we 5 knopjes. Dit is de eerste knop die je gaat bedienen. En dat is of General Mode 1 en Mode 2. Als je nu een andere metaaldetector hebt en je zet een metaaldetector aan, dan is dit ook de eerste knop. Ook al is die digitaal, want dit zijn je modus. Als je bijvoorbeeld een quest koopt, dan kan je field, park, beach, wet beach, noem het maar op, kan je kiezen. Dat doet deze knop. De general mode is een all metal mode in dit geval. En dat houdt dus in dat als je deze mode aanzet, dat die niets uitdiscrimineert. Hij zoekt dus op alle metalen. Over het algemeen is dat de diepste mode, maar het kan soms ook tegenwerken. En daarom zit er een mode 1 en een mode 2. En in een mode 1 en een mode 2 wordt wel wat weggediscrimineerd. In veel gevallen is dat klein ijzer. De eerste is volume. De volume doet helemaal niets met het zoeken. Het is alleen maar harder of zachter. Dus deze kan je altijd naar gewens zetten, hoe hard of hoe zacht je hem wil. En dat heeft dus niets met het zoeken te maken, maar voor je persoonlijke voorkeur. Dus die behandel ik dan ook niet verder. Degene die daarboven zit is de Iron Audio. En hoe harder je deze zet, hoe beter het ijzer zal doorkomen. Dat heeft dus niets met de gevoeligheid te maken. Dus het ijzer zal altijd gedetecteerd worden. Alleen de mate waarmee jij het hoort, kan je hiermee harder of zachter zetten. Wil jij nou wel het ijzer horen, maar je wil goed onderscheid maken, dan zet je de Iron Audio wat lager en de volume wat hoger. En dan krijg je dus alle goede targets krijg je goed hard door. En de Iron, het ijzer, zal wat minder hard doorkomen. Het is vrij logisch dat de knopjes van deze twee aan dezelfde kant zitten, omdat deze twee met elkaar te maken hebben. Het heeft met volume te maken. Aan deze kant hebben we ook weer twee knopjes die met elkaar werken. Grondsetting, ground setting, ground balance. Hoe je het wil noemen mag je zelf weten, maar dit zorgt voor een filtering van je mineralisatie. Je ziet hem in het wit, in het geel en in het rood. De ground balance kan je al spelende wijze heen en weer schuiven. Doe dat met kleine stapjes tegelijkertijd. En wat het doet, is het filtert de mineralisatie van jouw grond. Het balanceert jouw machine op de grond waar jij op loopt op dat moment. Als deze goed staat,
kan je deze ook hoger zetten. Als deze niet goed staat, zal deze zorgen dat er meer interference of verstoring doorkomt, omdat die gevoeliger is. Sensitivity, gevoeligheid, gain, net hoe je het wil noemen. Bij iedere metaaldetector heet het een klein beetje anders, maar de werking is hetzelfde, de sensitivity. Als de ground balance goed is, waarmee je dus de mineralisatie hebt uitgefilterd, een soort van weggenotst, zal je deze hoger kunnen zetten. Wordt uitgevoerd. De sensitivity is de gevoeligheid, de kracht, het volume, de body die jouw metaaldetector de grond instuurt en weer ontvangt. Goed, nou heb ik de knopjes van deze nieuwe metaaldetector heb ik aardig uitgelegd en heb ik een beetje bekeken en ik weet ongeveer waar ze voor werken en wat ze doen. Maar in de praktijk weet ik dat nog niet. Ik ga een voorspelling maken en dat houdt dus in dat die volume, dat maakt niet zoveel uit. Die kan je harder en zachter zetten along the way. Het Iron Audio, ja, ik heb al een beetje ervaring met metaaldetectors, dus ik weet ongeveer wat ik wil. Ik zet de Iron Audio op een klein beetje. En dat houdt dus in, dus tussen de 2 en de 3. Dat houdt in dat ik het wel hoor, maar dat het niet overheerst. De ground setting kan ik op dit moment nog niet zo heel veel van zeggen, omdat ik nu simpelweg in de achtertuin zit. En de sensitivity, ja, daar beginnen we gewoon lekker bij 7. Als hij straks heel veel herrie maakt, zet ik hem wat lager. Maakt hij geen herrie, zet ik hem wat hoger. Maakt op zich voor nu ook nog niet zo heel veel uit. En dan nogmaals, ik leg het nu bij deze metaaldetector uit, maar elke andere metaaldetector heeft deze knopjes. Of het een drukknopje, een draaiknopje of een schijfje is, maakt allemaal niet uit. Of je een schermpje hebt, mooie kleurtjes of zwart-wit. Dit zijn de basis settings van een metaaldetector. Oké, wat ik altijd doe voordat ik het veld op ga, is een soort moodboard maken. En wat bedoel ik daar nou mee? Nou, dat is gewoon een bord. Dat leg ik even neer. En daar leg ik wat vondsten op. Een dikke zilveren munt. Een duit. Een koperen duit. Een heel klein zilvermuntje. Een spijker. Een gouden munt. Een gouden ring. En een loodje. Dit zijn best wel veel voorkomende dingen. Nou ja, op dat goud na zijn dit best wel veel voorkomende dingen die op een veld voorkomen. Hoe klinkt hij? Hoe reageert hij? En wat doet hij? Nou, ik laat dit zo leggen. Ik heb de metaaldetector aangezet en ik heb hem op mode 2 gezet. En de reden dat ik hem op mode 2 heb gezet is omdat ik vaak toch het ijzer apart wil zetten van de rest van de vondsten. Ja, die klinkt al heel erg beroerd. Er zit een hele dikke brom tussen. En dit is, klopt ook, want het is de spijker. Dan ga ik kijken naar lood. Lood komt ook vaak een beetje laag over. Nou, lood klinkt ook laag, maar wel heel helder. De constante toon. Mooie, constante, korte toon. Als we dan gaan kijken naar bijvoorbeeld iets wat hoger zou moeten klinken. De koperen duit. Kijk, die komt heel mooi hoog over. En kort. Goud. Goud is altijd een addertje onder het gras. Een gouden munt. Maar als ik dan naar de gouden ring ga, die klinkt heel anders. De gouden ring klinkt heel hoog. En de gouden munt klinkt heel laag. Dat heeft met de vorm, het karaat, de dikte, heeft allemaal daarmee te maken. Dus vertrouw niet op je geluid alleen, maar ook op je gevoel. Goed, nou hebben we de moodboard gehad. We weten een beetje hoe dingen klinken. We weten een beetje hoe dingen doorkomen. Dan wil ik ook nog een klein beetje weten hoe die reageert op diepte. Blijft de toon hetzelfde of wordt het zachter? Vervaagt het of blijft het hetzelfde en wordt het alleen maar zachter? Zo'n aantal dingetjes waar je rekening mee zou moeten houden als je gaat graven. Nou, wat ik dan doe is ik pak bijvoorbeeld een zilveren munt en die haal ik rechtstandig langs de schotel.
Wat ik doe is, ik haal hem steeds een klein beetje meer naar me toe en dan ga ik goed naar het geluid luisteren. Dus het gaat me nu niet zozeer over hoe diep zo'n ding eigenlijk echt kan, maar dat gaat me meer om, wat gebeurt er met het geluid als ik verder weg ga? Hier is een breekpunt. Hier heb je een strak hard signaal. En als ik wat verder weg ga, blijft het nog steeds een strak constant signaal, maar hij wordt ietsje vager. Dus vanaf dat breekpunt Dus vanaf dat moment weet je ook dat als je bijvoorbeeld iets hebt wat zo klinkt, dat je minder diep hoeft te graven als dat je een signaal hebt die zo klinkt. Dus je weet nu al, voordat je het veld op gaat, weet je nu al dat als je iets zo klinkt, dat je dieper moet graven dan als iets zo klinkt. Dat is alvast een voordeel, dat scheelt alvast werk. En wat nou als je iets heel ondiep legt? Dan krijgt hij een dubbele toon. Ga ik er iets verder weg, wordt het een enkele toon. Ga ik nog verder weg, wordt hij wat vager. Dus er zijn 3 indicaties over hoe diep iets ligt, zonder dat je een meter of een schermpje hebt. Heel ondiep. Ongeveer tot een centimeter of 20. En dan dieper. Werkt dat alleen met een zilveren munt? Nee hoor, dat werkt ook gewoon met een kopermuntje. Exact hetzelfde. Ondiep. Gemiddelde diepte. Heel diep. Hoe zit het nou met bijvoorbeeld een target van ijzer? Want je loopt op het veld en je hebt een hoefijzer, een stuk plaat, een tang, gewoon een stuk afgebroken ijzer. Als dat maar genoeg volume hebt of rond is, dan klinkt dat vaak zo mooi. Dan zeggen mensen altijd van ja, maar dat klinkt zo mooi, dus dat moet ik dan toch graven. En hoe kan dat dan? Want ik had toch ijzer uitgezet of ik had toch een ijzerbus aangezet en toch komt het mooi door. Ja, als je bijvoorbeeld een ring hebt of iets groots ijzer, dan kan dat soms heel mooi doorkomen. Maar er is wel een trucje voor. Want als jij je schotel omhoog doet, dan kom je er al heel snel achter dat iets onwerkelijk diep legt. Bij militaria zoeken is dat juist de bedoeling, maar als je bijvoorbeeld op een stortakker zoekt en je hebt een heel mooi signaal met onwerkelijke diepte, ja, dan weet je van tevoren al een klein beetje waar je aan begint. Laat ik eens iets belachelijks, maar het zal waarschijnlijk heel mooi klinken. Ik weet het niet hoor, ik heb het nog niet geprobeerd, maar het zal waarschijnlijk heel mooi klinken. Maar onwerkelijk diep. De gemiddelde vondsten die ik had, bleven op dit bord. Dit bord is 60 centimeter diep en de grote target zal er misschien op het randje gelegen hebben. Maar dat is een beetje de gemiddelde diepte. Dus als alles wat mooi klinkt wat van dit bord afvalt, zal waarschijnlijk een hele grote target zijn. Nou. Hij is hier pas weg. Dat is meer dan een meter. Dit stukje is meer dan een meter, want die tegels zijn 40 en hij is bijna 3 tegels. Dus dat is 40, 80, 120, dat is 1,20 meter. In de discriminatie, 1,20 meter. Als jij je schotel zo hoog moet doen voordat je je target kwijt bent, dan weet je dat er geen munt ligt. Dat is gekkigheid, dat weet je van tevoren al. En dat is het geheim achter de grote metalen soorten of de grote vondsten die je eigenlijk niet wil opgraven, omdat het meer energie kost dan dat het oplevert. Als je deze dingen nou wel wil vinden, dan moet je ze uiteraard wel graven. Nou, dat was er weer een achtertuinsessie. Ik was even niet anders, maar ik hoop wel dat jullie er wat van geleerd hebben, of in ieder geval iets aan gehad hebben. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.